Hallo iedereen, ik heb hier een Rush gameplay voor alle op Operation Metro. Bah. Met de Engineer Kit, met de A91. Ik kan toch niet de enige zijn met Operation Metro waren. Maar ja, ik zal de gameplay maar gebruiken. Het staat op mijn harde schijf dus, maar ik ben deze mod zo moe gezien en gespeeld. Ik kon niks anders spelen bij de beta. En dus ja, Bad Company 2 had ook een, was het een beta of een demo? Ik denk een demo van een map, maar dat was ook een Rush game type, maar tenminste daar had je ook vehicles voor in rondterrein en zo. De map was groter, dus werd die minder afgezaagd eigenlijk. Ik vond deze een heel slechte beslissing voor deze map erin te gooien. Dus, anyway, mensen, viewers zal ik maar zeggen, want laten zijn, wat zijn nou favoriete wapens van kids eigenlijk? Ja, ik hoor dat wel graag, wat mensen gebruiken eigenlijk. Voor wapens en voor kids, ik gebruik namelijk als engineer mijn lievelingswapens zijn deze, de A91 en de M4. Tot nu toe, dat kan nog veranderen. Support is het de M240B. Ik heb M60 altijd een fijn gun gevonden, maar om een of andere reden kan ik er niet bij werken op dit spel. Ik krijg constant hitmarkers, maar niet op neerhalen, dat is een andere zaak. Misschien als ik een side unlock heb beter ga, dus ik weet het niet. Dus nu toe werkt het toch niet. Assault. Wat zijn daar mijn favoriete wapens eigenlijk? Moet ik even nadenken. Hè. F2000 heb ik unlocked. Dat is wel een heel fijn wapen. De M16 misschien, ik weet het niet. Ik heb niet echt zoveel erop gelet toen als ik bij Assault speel. Recon is tot nu toe de Britse sniper, de L96. Heb ik graag. De M40 heb ik nog niet getest, maar ik weet dat het een populaire sniper is. Het was bij Call of Duty, dus we zullen zien of het hier ook zo goed is. Ik zou het niet weten. Ja, ik heb trouwens mijn engineer kit en mijn support kit volledig uitgemaakt. Ik zit al aan mijn server start bezig. Alleen de assault en de recon kit moeten nog gedaan worden. Met de Assault Kit wilde ik als eerste proberen als vrij te spelen. Daar heb ik wat moeite mee. Gewoon weg omdat er niet veel mensen zijn. Hai. Ik heb dan mijn vorige video uitgelegd van tank support, hoe dat je team het beste helpt. Want iedere keer als ik in een squad terecht, in mijn squad als er engineers zitten, die weigeren blijkbaar een rocket launcher uit te halen. Of die weten gewoon niet hoe ze hun engineer kit moeten bespelen, ik weet het niet. Dus als je dan 2 of 3 engineers in je squad hebt en je moet dan nog switchen, is wel erg. De laatste tijd gebeurt dat meer en meer. Ik speel met mijn medic, bij mijn assault kit. Dan kan ik 2 of 3 minuten daarna switchen naar engineer omdat niemand de vehicles neerhaalt. Pretty annoying, maar ja. Wat kun je eraan doen? Ik weet niet hoe het komt. Dat is zo'n simpel concept voor te begrijpen. Je hebt een launcher, dus veronderstel dat je het dan maar moet gebruiken, zeker. Oh, welke flashlight. Ik haat die dingen echt zo fel. Laser sights heb ik niet echt hierop tegen. Ik wil boost die hipfire. En je kan ook je targets lichtjes verbinden, maar het is belangrijk niet zo annoying als een fucking flashlight. Vooral als je eigen teammates aan je gezicht schijnen, dat is altijd fijn. Dat die teamen die verdwijnen zodat je dood kunt gaan. Fantastisch. En mensen waar een flashlight nooit niet uitzetten, spelken naar boven, dan zit je uit. En hier heb ik blijkbaar 1 kill met mijn rex gehaald. Ik dacht dat ik nog meer kills had gehaald, maar je gaat ze niet zien, daar slaat de kudden in een keer weg. Ik weet ook niet voor wat. Blijkbaar heb ik toch maar 1 kill gehad, maar ik kon nu zweren dat er meer waren. Velf is dan een ander clip geweest, ik weet het niet.
Deze hallway is trouwens... als je volk zoekt op deze map hier in deze hallway, dat is een goed choke point eigenlijk. Dus de tankers binnenkomen nadat ze de eerste twee crates hebben opgeblazen. Je moet alleen zien dat ze niet in hun rug komen knijven op hetzelfde wapen. Dan ga je even gemakkelijk mensen langs je door zonder dat je het ziet. Er zijn veel pathways en alles. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Gotcha. Dat was een slechte imitatie of hoe je dat moet noemen, maar ja. Dat is toch mijn tweede rex kill, dus misschien dat ik dat bedoelde, ik weet het niet. Nu is er enige informatie bekend over voor DLC wat nog gaat uitkomen. Ik weet niet of iemand dat weet. Ik heb iets geruchten gelezen en gehoord van een All-American map pack. Dus New York en zo. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken eigenlijk. Ik weet niet dat het een slecht idee is. Ik weet goed. En hier krijg ik een knife to the throat. Fantastisch. Nu, wat ik wil zeggen is, ik weet niet of het waar is, maar het zou misschien wel interessant kunnen zijn. Maar ik zou meer maps willen wat open is, kan ik maar zeggen. Als ik aan New York denk, dat is een map vol met hoge gebouwen en al smal straatjes misschien. Maar niet gezegd dat dat een slecht idee is, maar het zou zelfs schikker zijn als je het gebouw volledig kon instorten. Een skyscraper, dat zou cool zijn. But anyway, that's game. Ik hoop dat je de gameplay en de commentary wel oké vond. Zo ja, mocht je altijd een like of een comment geven, dat helpt de video altijd. En ik hoor je later wel. Yo.